Komt-ie, hè? Hoi, Wilfried. Hey, hoi, leuk. Ik was met die hond bezig, al klein beetje gaten eraan kwam. Ik ben in de buurt en ik ben erg benieuwd hoe het met mijn beeld is. Het kwetsbare... Weet je, het was eng, want we hebben hem dus in de oven moeten zien te krijgen. Ja. Dus ik heb hulp gevraagd en we hebben met z'n drieën op een wagentje gezet met wieltjes eronder. Van de week even kijken wanneer het kan stoken. Ligt er ook een beetje aan wanneer Thomas en Janne de oven aan hebben staan. Want dan kunnen ze die alle twee tegelijk aan. Ik eerst vreselijk compliment geven dat die heel in de oven is gekomen. Ja, daar was ik zelf ook heel erg blij mee. Het was doodeng. Ja. Was echt zo van, waar pak ik een beet? Doe ik dat? Weet je wel, zo. Ja. 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 Ja, je hebt me wel aan het werk gezet hoor. Maar, kijk eens. Kom eens kijken. Daar staat ze. Ach Wilfried, dit is wel kei mooi en knap dat je dit erin hebt gekregen. Zeg. Ja, maar zal ik het maar dicht doen? Ik vind het een beetje eng als de kinderen inkomen en dan staat er iets invallen. Gauw dicht. Dus, ja, gauw dicht. Ik bel jou van de week als die gebakken is en dan kom je maar gauw hier naartoe. En dan is hij totaal heel, maar wat een rust hier. Ja, heerlijk hè? Ja, geen leerlingen. Ja, leerlingen zijn hartstikke leuk, maar op een gegeven moment is het ook gewoon lekker dat het gewoon weer even rustig is, dat je zelf aan de gang kunt gaan. Waar ben jij aan bezig? Nee, kijk, ik ben allerlei wasmodellen bij aan het werken. Die moeten straks weer in brons gegoten worden. Hier zit bijvoorbeeld al een gietkanaal wat ik eraan gemaakt heb. Dit hele ding dat is een gietkanaal? Dat is een gietkanaal, ja. En die zijn heel erg belangrijk. Als die gietkanalen niet goed eraan zitten, dan krijgt hij het beeld al helemaal niet gegoten. En er moeten nog veel meer kanalen aankomen, maar dat laat ik aan de bronsgieterij over. Oké. Want die weten precies waar de problemen zitten bij het gieten van een beeld. En hier ook, hier zit alvast één kanaal en de rest, en tevens ook een mooi steunpunt voor mij. Maar Wilfried, is het lekker net echte vieren? Dat zijn ook echte vieren. Ja. Geen was? Jawel, en die heb ik in de was gedoopt. Ah, wat leuk! Ja. Dat verbrandt ook gewoon dat verbrandt in de oven mee. Oh, ja. Wat leuk zeg. Ja, ik ben steeds meer aan het zoeken naar andere mogelijkheden om structuren te krijgen. Kijk, want deze heeft een hele andere structuur als met die veren. Ja, en deze dan ook weer. Maar dat is juist het mooie in het brons, dat het gewoon een heel apart effect geeft. Dat kun je trouwens wel zien daar. Dit is ook een... Nee, dit is al wel een bronzen beeld. Volgens mij, hè, kettert en vloekt die bronsgieter af en toe op jou. Want dit is toch hartstikke moeilijk. Ja, dat is bijna niet gieten, nee. Dat bedoel ik. Nee, hij zei ook steeds van, dat kan niet, wil, dat kan niet. Maar uiteindelijk ben ik zover gekregen. Volgehouden? En hij heeft nu een gietmethode ontwikkeld, speciaal voor mijn beelden om te gieten. Dus dat is wel heel apart, ja. Dat is bijzonder. Het moeilijke is namelijk dat de brons heel snel afkoelt. En die wordt op 1300 graden wordt die verhit. Dan gaat het in de gietkroezen. En dan in de gietkroezen is die al 100 graden temperatuur naar beneden toe. Maar je kunt je voorstellen, als het dan... in de mal gegoten wordt, dat nog meer temperatuur weggaat. En dan zou die brons al gaan stollen. En dan heb je een half beeld, dan krijg je dit er nooit uit. Buiten dat nu lukt, is het ook nog zo dat er overal gietkanalen en ontluchtingskanalen aan zitten. En die worden ook allemaal brons. Die moeten ook weer allemaal afgeslepen worden. Doe jij dat of doet de bronsgieter? Nee, dat doet de bronsgieter. Ja. Gelukkig. Ja, gelukkig, ja. En je ziet nou ook met die structuren, dat tegenwoordig kun je ook met kleuren werken. Kijk maar, rood, blauw, geel. Je kunt alle kanten uit. De bronsgieter, ja. En dan krijg je dat het verenspel ook veel spannender gaat worden. Dit is dan de gietwas die hier ligt. Dit is dan... Oh, dat is een andere was dan de... Dat is gietwas. Dat is een andere was. Dat is boetseerwas, ja. Boetseerwas, voel mij, als je hier aan komt, dat is heel hard. En als je hier aan zit, dat is heel zacht. Ja, oh, dat wist ik niet. Okay. Maar hier kun je natuurlijk niet mee werken, dat gaat gewoon niet. Ja. Wat ik dan doe, is ik gooi hem in de pan en ik ga het vuur aansteken en ik gooi er wat kleurstof doorheen, want dit is gewoon een rare kleur, de witte. Op het moment dat die echt gesmolten is, dan neem ik de veren en die ga ik er dus indopen, dus bloedheet, en die hou ik ernaar onder de kraan om af te laten koelen. Is het methode Wilfried? Dat is methode Wilfried, ja. Maar okay. dan komt alles onder te zitten, hè. Dus, ja. En af en toe brand ik mijn vingers ook nog. Ja, dat is echt heel smerig. En dan is het fijne, op een gegeven moment gaat hij weer stollen. Kijk, zoals het nieuw is. Ja. En dit is dan het moment, kijk, dat is nog een beetje vloeibaar. En dan kan ik daar heel mooi mee bouwen. En dan kan ik hele stevige beelden bouwen van de gietwas. Oh, wat leuk. En dat kleurtje dat je erin doet, dat is voor jou genoeg eigenlijk? Ja, dat is voor mij genoeg. Het is meer gewoon voor het werken. Ja, ja, ja. En je ziet hier, deze is gegoten met een lichte kleur. Ja. En dat vind ik gewoon helemaal niet fijn werken, dus ik giet zelf altijd donker. Enorm vriendelijk, dus de bronsgieter is weer heel gelukkig met je.
Ja, daar blijft hij. Of ik moet weer naar mijn oude stijl toe gaan en gladde beelden maken. Maar nee, ik vind dit gewoon veel spannender. Ja. En ik zoek iedere keer ook naar andere materialen waar ik mee kan werken. Ja, hartstikke leuk. Te krijgen. Maar je pakt veertjes, je woont lekker buiten. Ja. Dat inspireert je totaal. Ja, zeker weten. Ja. En dan is het heerlijk, 's morgens ga ik met de hond ga ik naar de vennen toe. En dan ga ik mijn dagprogramma al een beetje bedenken. Ja. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag beginnen met de schapen, ik ga dat en dat doen. Oh ja, ze hadden problemen aan. Hoe los ik dat probleem op? En gaandeweg, als ik loop in de vennen, kom ik ook altijd oplossingen. Zoiets. Ja, dus natuur inspireert je. En wat nog meer? Want ik zie ook prachtige vrouwen. Hè? Ja, ook de mythologie. Er zijn ook wel de verhalen uit de mythologie die ik verwerk in de beelden. Kun je me een aanwijzen in het mythologisch verhaal? Ik heb natuurlijk een voorkeur, maar ik zal mijn mond houden. Ja, dat kan. Ik kan even kijken welke hier staat. Welke ik het beste kan pakken. Ja, het mooiste is eigenlijk, maar die heb ik hier niet staan. Dat is wel heel mooi om te zien op een foto. Dat is wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk, dit. Die mensen die hadden voor mij een beeld gezien, wat buiten in de tuin staat. En dat was een beeld wat hun enorm aansprak. Dat was ook een van de eerste met die structuren erin. Ach ja, ja. Een beetje als die dame, hè? Ja. En zij wilde dat beeld kopen. En toen kwamen ze 2 dagen later. Nou, zeiden ze, weet je, we gaan een natuurzwemvijver bouwen. En dan vinden we het eigenlijk weer een zonnegodin. Vinden we het leuker als er een watergodin bij komt te staan. Ik zei, nou, ik ga wel eens aan het zoeken hoe ik dat moet doen. En wat ik kan vinden in de mythologie. Dan kwam ik op een gegeven moment een verhaal tegen de mythologie van Syrinx. En Syrinx was een watergodin, een waternimf. Hoe schrijf je het? Syrinx? Want ik ken het niet, Syrinx. 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 En die godin die werd achterna gezeten door de godheid Pan. En Pan wilde er verkrachten. Nou, feest vieren. In paniek was ze helemaal. En ze heeft gebeden tot de goden. En de goden hebben haar in een rietstengel veranderd. Pan die was gefrustreerd en die blies over het riet. Daar komt het woord panfluit op vandaan. Maar ook het woord paniek. Angst voor iets. Ah. Toen dacht ik van ja, dit is natuurlijk wel een prachtig verhaal om dit verder te gaan gebruiken. Ja. En weer naar hen toe gegaan en dit verhaal vertel. Ik zei nou, dan wil ik eigenlijk gewoon een godin maken. Die bezwerend zit boven het water. En dan wil ik heel subtiel een rietstengel op haar schoot leggen. Als je het niet weet, als je het niet weet, dan zie je het niet. En anders kun je zeggen, oké, dit verwijst naar het verhaal van het Joodse meisje hier thuis. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik gevraagd of zij misschien een model wisten. En tegelijkertijd zeiden die man en vrouw, ja, een nichtje. En dat nichtje heeft toen model gezeten. Die is toen gekomen en daar heb ik een aantal maten van opgenomen. En op een gegeven moment gevraagd of ze haar op wilde steken. Nou, dus bleek ze een hele mooie nekpartij te hebben. Ik vond het ook echt iets voor een godin. Heel en toen heb mooi. Ik met Photoshop, toen heb ik haar neergezet. Met Photoshop heb ik haar al van die dradenkleren aangetrokken. Om de opdrachtgever een beeld te geven van wat ik in mijn hoofd had om te gaan verwezenlijken. Nou, hier zie je het beginnen, het zoeken naar de vorm, zoeken naar de houding. En dan begin je met een ijzeren paal. En dan komt de was bovenop. En levensgroot? Nou, niet levensgroot. Ik denk, deze is zo groot ongeveer. Zit hier hoog, hè. De opdrachtgever kwam regelmatig ook kijken. Het was heel erg warm en ik zat met die arm. Dus was en naar beneden toe. Maar goed, hij is goed in de aangekomen. En hier zie je dat die rok bijna druipsteengod is geworden. Je kunt er dat heb je ook kijken. Op die manier gedaan? Ja, ook op die manier gedaan. Mooi hoor. Ja. De opdrachtgever is ook meegegaan naar de gieterij om te kijken hoe het hele proces van het gieten ging. Wat altijd weer heel indrukwekkend is. Hier is mensen die in de zit. Hier nou, ik wil het uit. Ik wil beeld zien. Daar komt hij aan. Kijk, hier is hij net gegoten en hij is in 3 delen gegoten en dus weer aan elkaar gelast. Ja. Och, potverdorie, wat mooi. En dat is dan natuurlijk ook heel erg moeilijk om dat goed te lassen. Bronslassen is een vak apart. Maar deze gieter kan het heel goed. Dus hier zit hij aan elkaar en dan moet hij nog op kleur en dan wordt hij daar naartoe gebracht en geplaatst in de tuin. En prachtig. Nu is het hele bijzondere, want die tuinarchitecte die had bij voorbaat gezegd van op die plaats moet een beeld komen. En de hele tuin die moest nog ingebeeld worden, gemaakt worden. Zwemvijver moest ook nog gemaakt worden. Nu zit dat beeld met die rietstengel hiervoor. En daarachter als achtergrond staat heel bos met riet. Hoe ben je hier toegekomen?
om beeldend kunstenaar te worden. Ja, ik wilde heel graag naar de kunstacademie vroeger. Maar mijn vader en moeder die zagen daar niet zitten. Die hadden echt zoiets, ga gewoon een beroep leren. Je gaat er niet naar een kunstacademie. Oh, maar eigenlijk had ik ook wel zoiets van, ja, ik wilde er heel graag naartoe. En ik was altijd bezig met dingetjes bouwen en dingetjes doen. Maar ik kan niet tekenen. Ik kan nog geen lijn op papier zetten. Vroeg beeld van jou, dit reel? Ja, dat is vroeg beeld. Ja. Mooi, mooi. Ga door, ga door. En toen ben ik een opleiding gaan doen, bewegingsagogen. En je kunt een fysiotherapie gaan doen en bewegingsagogie. En bewegingsagogie is veel meer het uitlokken tot bewegen. En een fysiotherapeut die kijkt van, hoe loop jij? Wat moet er verbeterd worden? Maar luister, dan heb je dus heel goed geleerd naar een lijf te kijken. Om te observeren, om te kijken van wat je kunt doen. Maar ook om creatief te zijn. En het was een heel creatief beroep. Want je kunt niet zeggen van zwakzinnige kinderen, diep zwakzinnige kinderen, kun je niet meer communiceren. Nee. Dus je moest manieren bedenken om ze wel aan het bewegen te krijgen. Lichamelijk. Ja. Echt lichamelijk. Dat staat niet in de boekjes hoe je dat moet doen. Dus het was uitzoeken, zoeken, zoeken en doen. Dit is een van mijn eerste grote beelden die ik ooit gemaakt waar heb. Waar veel mislukkingen aan waar zitten. Waar heel veel mislukkingen. Dat moet. Ja, dat moet de eerste maar beeld. Maar daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ik was ermee bezig en op een gegeven moment is die omgevallen door de schoonmaakdienst die in de kazerne bezig was. En er lag in stukken. Toen was het een zwaar beeld. Ik denk van hoe krijg ik die omhoog en hoe zet ik die benen eronder? Toen heb ik liggend heb ik de benen onder gemaakt. En toen kwam die overeind en toen bleek dus één been helemaal hier buiten te zitten. Het andere been zat daar. Oh god, hoe moet ik dit nou weer doen? Toen ben ik een derde been eronder gezet, waar die hoorde ook eigenlijk. Ja. Dat been heb ik aangepast als het goede been. En die heb ik eronder uit kunnen hakken. Kortom, toen, hier heb je... Wat heb je dan geleerd hier? Constructies bouwen. Met gipswerk oplossingen bedenken. Hier zie je eigenlijk ook dat het een van mijn eerste beelden zijn. Er zijn hele strakke vormen. Er zit helemaal geen structuur in. En als je dan naar die kijkt, er zit al veel meer structuur in. Dus dan heb ik de voorgangers eigenlijk van die latere beelden waar ik nu mee bezig ben. Je hebt jezelf echt ontwikkeld, Wilfried. Dat is heel knap. Ja. Ja. En de structuur, wijs mij eens aan wat jij verstaat onder de structuur. Nou, de plooien. Wat hierin zit. Ja. De valling van het geheel. En hier beginnen wat structuren ook te komen. Wat andere huidoppervlaktes, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus we hebben nu een kleine excursie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Dit is een serie van de mythologie, de Japanse geluksgoden. En op nieuwjaarsdag moeten de vrouwen het huis schoonmaken. En als ze dat gedaan hebben, mogen ze een van de 7 geluksgoden uitkiezen. En over hun dikke buik aaien. En dat verwijst naar de Boeddha-beelden. En je eet er dus eigenlijk al het ongeluk op. Oh, en dit is de god van het lange leven. En waarom heeft hij een bril? Die zit in de Costa Brava, zit hij op pensioentechniek. Lange leven. Ik moet natuurlijk op zijn buik even aaien. Haar huid poeten. Oké. Dit is de vlierenfluiter. Ook een van de 7 geluksgoden. Dit zijn heren. Dat zijn heren, want ja. Ik zie allemaal vrouwen daar binnen, maar hier zie ik heren. Dat zijn maar heren, ja. Dat is een levensgenieter. Sorry, maar even een heel klein piemeltje. Ja, ja. Het is niet anders. Oké. Moet je het mee doen? Ja. En zo heb ik er 7 gemaakt, maar ze zitten niet allemaal hier. En dit is er ook eentje. Oh, wat leuk. Dit is de god van rijkdom en voorspoed. Die hoeft alleen maar achterover te hangen en met zijn grote steen te spelen. Voor de rest is het klaar. Allemaal dikke buikjes. Ja, dat zijn die boeddha's, hè? Oh, leuk, leuk, leuk. Ik ga mijn slipje weer. Nou, we zijn er bijna. Ja. Ze is de zonnegodin en ze stuurt de zon door het heelal. En ze zit in Amazone, zit op de zon. Ik heb dat juist gedaan omdat ik zelf ook veel paard gereden heb, ook dressuur heb gereden. Maar ik vond juist die kleding zo mooi en die combinatie. En dan zijn het ook nog de strijders, de Amazone-ruiters. En dit is het eerste beeld wat ik dan zie? Met die structuur. Met deze structuur. Ja. En toen dit lukte, toen had ik van daar ga ik gewoon mee door. Ja. Het een hele mooie uitstraling hebben, ja. Ja, heel prachtig. En fan van paardrijden. En fan van paardrijden, ja. Zullen we gaan zitten? En je was vol actie en toen kwam corona. Rust of niet? Ja, wel de rust. Het was heel onwerkelijk allemaal. Geen lessen? Geen lessen, nee. Geen galeries, geen beeldentuinen. Geen verkoop? Geen open atelierroutes. Oh ja, dus je mist echt contact met klanten. En het is doodstil. En ik denk, wat moet ik nou, hè? Een enkele klant kwam die niet? Nee. Niks, niemand, gewoon helemaal nee, stil. Gewoon, niemand had de moed. Niemand gezien, nee. Dus op een gegeven moment denk je ook van, ja, wat nu, hè? Want het is toch een hele grote investering die je moet doen, iedere keer in brons. Dat is heel veel geld, En je wilt blijven werken. Je wilt toch je creativiteit kwijt. Dus op een gegeven moment... Je moet, je drang. Ja, het moet gewoon. Ja.
Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon, beelden maken en ik ga ze gewoon in gips en in klei gieten. En ja, mocht het dan op een gegeven moment weer allemaal goed komen en de galeries weer open gaan, dan kan ik ze alsnog laten gieten bij de gieterij. Dus, maar dat is wel heel apart, ja. Ja, en je mist het ook echt. Het contact, ook met de lessen. Gewoon ontzettend leuk om te doen. En de rust, gaf de rust je? Ja, die was ook heel lekker, tuurlijk. Gaf dat die je iets, inspireerde je of niet? Heb je het contact nodig voor inspiratie? Nee, ik heb toch wel een beetje contact nodig. En ook, ik werk heel vaak vanuit een opdracht. En dan heerlijk nadenken van wat moet het gaan worden. En wat wil ik gaan maken voor die mensen. En dat vind ik het mooiste werk wat er is. En dan ook het verdiepen gewoon in afbeeldingen van dieren. Zoeken naar vormen. Ja, je hebt het allemaal gemist. Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb het contact heb ik vooral gemist. Ja. Maar dat is opgelost nu. Ja, dat is allemaal opgelost. En vorige week hebben we heerlijk weer een tentoonstelling gehad in Persingen. Ontzettend leuke resultaten. En ja, dan krijg je ook weer het gevoel van de mensen komen binnen. Die hebben vragen gesteld, stellen vragen over de beelden. Echt belangstellend. En ja, dat doet je dan weer goed. Dat doet heel goed. Je bent niet financieel in de problemen gekomen? Nee, in zoverre niet. Mijn man die verdient. Dus ik hoef er niet van te leven. Maar het is natuurlijk wel zo dat al je kosten doorlopen. Ja. Ja. Je verzekering, je administratie, noem maar op. Al die kosten zijn er gewoon. Je bent naar Persingen gegaan vorige week. Ja. Dat is toch een tentoonstelling? Ja. Mensen komen weer, er kwamen mensen. We hebben het ontzettend druk gehad. Echt bijzonder. Ja, echt heel bijzonder. En je hebt verkocht. En ik heb ook verkocht, ja. Dus ja, helemaal blij. Helemaal blij. Ja. Je merkt dat mensen extra kopen misschien zelfs, ja, omdat zelfs, er weer wat is. Nou, ik heb zelf ook het idee, mensen zijn ook wel mensen die het uitgesproken hebben. Die zeiden van, ga niet op vakantie. Maar we willen wel iets moois hebben eigenlijk, een herinnering aan de vakantie. En normaal hadden we het niet uitgegeven aan een beeld, maar nu dus wel. Want dan hadden we het aan de vakantie uitgegeven. Geld over. En datzelfde verhaal hoorde ik eigenlijk ook van de galeriehouder. Die zei ook van, ik heb een topmaand gehad. Het is echt ongelooflijk, ja. En dat gaat allemaal over beelden? Die heeft voornamelijk ook beelden. Ja, ook schilderijen, maar ook beelden. Ook beelden, ja. En ik hoor het ook van beelden, maar niet zo van schilderijen eigenlijk. Ja. Maar daar heb je geen idee over. Nee, daar heb ik geen idee over. Dat weet ik niet. Nee. Dus al met al is het voorlopig voorbij? Voorlopig is het even voorbij, ja. Hoe heeft het jou geraakt als mens, het hele corona gebeuren, de ziekte, het dwangmatige aspect misschien? Ik ben er wel van geschrokken. We hebben twee vrienden en die hebben alle twee op de intensive care gelegen. En die zijn er echt heel zwaar aan toe geweest. Dus dan komt het wel heel dichtbij. Ja. Wat ik zelf heel erg vond, is de mensen die in de verpleeghuizen zaten. Ja, het bekende verhaal, de eenzaamheid, waar je niet naartoe kunt gaan. Zelf mis je wel ook je sociale contacten. We hebben dan nog het geluk gehad dat we hier wonen samen met onze kinderen en kleinkinderen. Ja. Dus ja, wat dat betreft, en we hebben de ruimte hier, gaat ons leven gewoon door. Je kunt lekker in de tuin werken, je kunt van alles nog wat doen. Je zit niet opgesloten, maar er is iets in de wereld gekomen, misschien ook in jouw leven gekomen. Doet dat je blijvend iets? Of zeg je, ik sluit het af en ik ga door? Denk je dat er iets veranderd is? Ik denk wel dat er degelijk iets veranderd is, ja. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die corona zomaar weg is. Ik denk dat we ons allemaal aan moeten passen. Aan het feit dat die corona er is. Oké. Wat betekent dat voor jou dan? Hoe zou je willen aanpassen? Toch inderdaad proberen afstand te houden. Hoe moeilijk het ook is. Want ja, je merkt zelf dat je gewoon toch wel behoefte hebt aan even goed goeiedag zeggen. Ja. Even iemand aanraken. Ja, en dat gaat gewoon niet. En op de lange termijn denk je dat dit door blijft spelen? Ik denk totdat er een vaccin is, dat het wel door blijft spelen, ja. Oké. En wat zou je... Ja, jij komt niet in het probleem financieel. Hè? Je bent wel een ZZP'er, maar je zit in een gelukkige situatie. Heb je een advies voor mensen, kunstenaars misschien, ZZP'ers in de kunst, hoe hiermee om te gaan? Iets waar jij geleerd hebt in deze periode, wat jou duidelijk geworden is. Het is me wel duidelijk geworden dat je op creatieve manier moet gaan zoeken om met mensen in contact te komen. Als je beelden verkopen en schilderijen verkopen via internet, dat gaat niet lukken. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, ik ga eens kijken of ik etalages kan inrichten. Of ik daar het publiek kan bereiken wat er nog loopt. Ah, ja. Gewoon veel meer kijken naar punten waar mensen samenkomen. Ja, samenkomen op afstand. Ja, maar niet meer zo echt gemengde... Nee, ja. De galeries waren ook dicht. En ik denk, ja, dat is de enige mogelijkheid om toch publiek te bereiken. Ja, dat is een heel goed idee eigenlijk. Ja. In etalages waar mensen moeten toch boodschappen doen, moeten toch ergens langs lopen. En dan hoop je maar dat het op zo'n manier... We gaan bij Albert Heijn op de deur kloppen. Ja,
kunnen doen. De lessen zijn weer begonnen? De lessen zijn weer begonnen, ja. Ik heb de groepen wel iets kleiner gemaakt. Ja. Zeg maar, je moet toch een beetje afstand kunnen houden. En nou, dat gaat prima. Hartstikke leuk. Ja. Eind goed, al goed. Eind goed, al goed, ja.